ze me belde om met de vraag of ik een column wilde schrijven voor Flair, dacht ik, huh? Ik? Hoe komen ze daarbij? Hoe hebben ze dat bedacht? Waarom ik? En ik en schrijven, dat had ik echt nog nooit gedaan. Dus ik dacht, oh, kan ik dat wel? En hoe gaat het in zijn werk? En spannend vooral. Nou, het is natuurlijk wel de bedoeling dat ik de lezeressen echt ga laten zien wie ik ben. Dus ook best wel veel privé. Dus ik heb er wel over nagedacht, oké, hoe ga ik mezelf blootgeven? En wat ga ik laten zien, zeg maar? En eigenlijk heb ik daar niet heel veel moeite mee. Ik bedoel, ik ga niet een foto van mezelf onder de douche natuurlijk maken. Maar ja, op zich mogen mensen best wel veel van mij weten. En vind ik dat ook wel leuk, dat ze meer te weten komen over de persoon Naomi, zeg maar, en mijn leven. En niet alleen het feit dat ik hockey en heel veel moet trainen, maar dat ik ook heel veel andere, dat er ook heel veel andere leuke dingen bij mij horen. En natuurlijk ook de mensen om me heen, die laat ik natuurlijk ook zien. Hoe heb ik Sense of Air gekregen om iets te doen in mijn flair? Nou, ik heb gewoon gezegd, schat, jij moet even een paar vragen beantwoorden. Want het is mijn flair, dat is de flair die ik gemaakt heb. En dat ik ben daar natuurlijk heel erg trots op en vind het super leuk om te doen. Wat ik moeilijk vond is om het, zeg maar, voor me te zien hoe het uiteindelijk in het blad zou komen. Dus ik kon op zich wel, het brainstormen was heel leuk, ik kon heel veel ideeën bedenken, zeg maar om het dan, zeg maar, echt concreet te maken naar iets tastbaars, zeg maar, hoe het dan vervolgens in het blad zou komen, dat vond ik heel moeilijk. Het allerleukste vond ik de shoot met mijn vriendinnen, omdat zij kennen mij al zo lang en zij kennen mij ook echt, weet je wel. Ze kennen ook helemaal de andere kant van mij en de leuke, maar ook de minder leuke kanten. Ik denk dat het een heel mooi nummer is geworden. Ik heb stiekem al gekeken, weet je.